Pinoquet uit is voor Bloemendaal de laatste tijd geen makkelijke tegenstander meer. En opnieuw blijkt dat gisteravond. Hier komt via Pepijn Scheen de 1-0 voor Pinoquet op het bord. Goede strafcorner van hem. En dan moet Bloemendaal dus opnieuw tegen Pinoquet een zware wedstrijd gaan spelen. Toch komt voor de rust nog het herstel. Bloemendaal maakt dit seizoen redelijk wat goals, maar vooral het aantal mensen dat scoort bij Bloemendaal valt op. Hier wordt de 1-1 uiteindelijk gemaakt door Van der Drift, zijn eerste van het seizoen. En Bloemendaal zet het dus voor de rust nog allemaal recht, die achterstand. Veel doelpunten dus bij Bloemendaal door veel verschillende doelpuntenmakers. Ook Hiebendaal komt dit seizoen voor het eerst op het scorebord. Opnieuw een aanval die langdurig balbezit van Bloemendaal in de cirkel. En daar wordt dan de 2-1 gemaakt. Dat was in de 33e minuut. Nog één keer kijken daar. Halve fout in de verdediging wordt uiteindelijk fataal. En meteen na rust gaat Bloemendaal verder. Fuchs is de man die de derde goal van de avond maakt. 3-1 is het dan. En dan heeft Pinoquet toch weer een hele zware wedstrijd tegen Bloemendaal. Hier zien we nog een keer Fuchs van heel dichtbij. Knap gedaan. En Bloemendaal lijkt daarmee de zege in de tas te hebben. Maar Pinoquet is natuurlijk de laatste tijd echt een sterke ploeg geworden. Hier via Dokier met nog 3 minuten te gaan komt het 2-3 op het bord. Maar daar blijft het uiteindelijk bij. Bloemendaal wint dus opnieuw en weet nu ook met het syndroom van Pinoquet af te rekenen. Kampongen haalde fors uit bij Almere en zit daardoor op een gemiddelde van ruim 5 goals per wedstrijd. En ook bij Tilburg op vrijdagavond valt er alweer vroeg een goal. Jip Jansen met een corner, een goede corner van hem. En even later Martijn Havinga met een strafbal. En zo is het al heel snel 2-0 in Tilburg. 12 minuten zijn er pas gespeeld. En dan weet Tilburg dat het al bijna ondoenlijk is. Kampong gaat voor de rust nog vrolijk verder met doelpunten maken. Een lange aanval wordt uiteindelijk bekroond hier met de backhand van Jonas de Geus voor 3-0. En zelfs toen was het nog niet op voor de rust. En zo houdt Kampong dus zijn doelpuntengemiddelde behoorlijk intact. Binnen het half uur valt ook de vierde. Boet Vijver is uiteindelijk de man die daar vlak voor de lijn de bal nog over de lijn drukt. En zo heeft Kampong al 22 goals gemaakt in 4 wedstrijden. En kan het dus met de derde wedstrijd in deze week op komst het iets rustiger aan gaan doen op vrijdagavond. Tilburg, nog geen punt gehaald dit seizoen, komt in de tweede helft in ieder geval tot scoren. Hier gaat hij voor 4-1. De goal wordt gemaakt door Fernandes. Knap afgemaakt trouwens daar, dicht bij Hart. Dan aan het einde van de wedstrijd. De speeltijd zit er bijna op. Dit moment, de bal komt hoog terug via David Hart. En in eerste instantie wordt er afgefloten. En lijkt het te eindigen op 4-1. Maar na overleg komt er alsnog een nieuwe corner. En die gaan we hier zien. Ook die wordt niet heel fijn aangegeven op het drijfnatte veld. Maar is uiteindelijk wel raak. 4-2 wordt de eindstand. De goal wordt gemaakt door Sander Visser. Het aanvallende spel van HGC krijgt heel veel complimenten, maar veel goals komen er voorlopig nog niet. Dit is de enige van de avond. In eerste instantie is er twijfel, maar na overleg wordt hij toch goedgekeurd. Het is de 7e goal van HGC en de enige uit bij Hurley. Pelle Vos is, zoals hier blijkt, inderdaad de maker. Een krappe overwinning. Iedereen speelt deze week 3 wedstrijden, maar Amsterdam en Rotterdam speelden op dinsdag. Dus is dit de 2e wedstrijd van Amsterdam in 4 dagen en volgt zondag de 3e wedstrijd in 6. Het komt op 1-0. De goal was van Mirko Pruijser, de 3e trouwens al deze week. 2-0 wordt het daarna met de eerste goal in de hoofdklasse van Luc Dommershuizen. 2-0 na 8 minuten voor Amsterdam. Dat konden ze wel gebruiken na die zware wedstrijd op dinsdagavond. Almere komt echter snel terug. Via Joep Troost wordt het 1-2. En daarmee toont Almere in ieder geval aan dat het bereid is zich helemaal leeg te vechten tegen iedere tegenstander. En die instelling loont, want deze corner in de 43e minuut gaat raak. 2-2 via Jamie Wallace. En Amsterdam moet dus toch nog een keer diep gaan om 3 punten over te houden aan het bezoek tegen Almere. Hier nog een keer Wallace, die lang nodig heeft om hem vrij te maken, maar dan wel raak schiet. Pruijser met zijn 4e goal van deze week in 4 dagen zorgt toch nog voor een overwinning. 3-2. Zondag moet Amsterdam dus zijn 3e wedstrijd gaan spelen. Pruijser hier met de winnende.
Een echte Brabantse klassieker tussen Den Bosch en Oranjerood. Oranjerood doet het al vroeg in de wedstrijd. Hier via weer Joep de Natris, die al zijn vijfde van het seizoen maakt. En dan moet Den Bosch dus aan de bak. Zonder de geblesieke aanvoerder Austin Smith. Op de kop van de cirkel wordt hij dus ook gemist. Maar er is een vervanger. Bram van Groesen zorgt voor 1-1. 13 minuten gespeeld. En Den Bosch en Oranjerood hebben elkaar weer in evenwicht. Zoals gezegd, het zou echt een fijne wedstrijd worden. Waar ze overigens ook net als in Tilburg wel heel veel last van de regen hadden. Den Bosch komt op voorsprong, de 2-1, na 17 minuten van Jelle Galema. De rebound hier, knap binnengetennist door Galema. Maar Oranje-Rood heeft dit seizoen al vaker getoond dat het behalve veldgoals ook een goede corner heeft. Met Teun Beins, hier gaat hij. En zo wordt het 2-2. Er staat nog geen half uur op het bord, maar het zou wel de eindstand zijn in deze wedstrijd. Hier nog een keer Beins, goede corner, 2-2. En ook Rotterdam dus, 3 wedstrijden in 6 dagen. Dit is de thuiswedstrijd tegen KZ, dat op voorsprong komt via een Amerikaanse corner. Kepler zorgt dus dat KZ aan de leiding gaat in Rotterdam. Hier nog een keer te zien, niet al te best gekiept daarbij die corner, ging dwars door de benen heen. Rotterdam komt op gelijke hoogte in de 33e minuut. Thijs van Dam maakt daar bij de tweede paal de goal. Maar het zou wel de laatste zijn die Rotterdam maakte. Deze wedstrijd eindigt voor Rotterdam wat teleurstellend in een zware week in 1-1. Zondag de derde wedstrijd in 6 dagen.